aardige dit jaar bij Victoria's Secret. En ik weet niet in hoeverre dat in de afgelopen 8 jaar heel anders is geweest. Maar het is wel exceptioneel dat je van de 47 meiden, dat je 5 Nederlandse meiden in totaal, inclusief jou. Ja. Hoe vond je dat? Hoe was dat? Ja, ben ik trots. Ja? Ja. Maar ben jij dan ook een soort van, ik zeg het met respect, een moederkloek voor die andere jongere meisjes? Nou, een soort van oma al. Ik ben al bijna 30. Ja, maar... als model ben ik al best wel op leeftijd. En dan zie je die jonge meiden en ja, ben ik gewoon heel erg trots. En je ziet ook wel dat ze wel naar me kijken. En dan, dan heb ik gezegd van nou, laten we met z'n allen een foto maken. En dan voor Instagram. En ja, ik vind het hartstikke leuk. Dus... Laten we die meiden even bekijken. Het begint met Romee. Ik snap, aan de ene kant zeg je, je bent trots, maar voel je ook iets van concurrentiestrijd? Want jij zegt, je bent daar bijna oma eigenlijk in die modellenwereld. Zo ervaar ik het niet, maar kennelijk is het dan zo. En Iman bijvoorbeeld is 18. Ja. Merk je dan toch van, wel heel jong. Nee, maar ik vind ook, er komt ook straks iemand die mijn plekje inneemt. En ik hoop dat het een van deze meiden is.